Goedemorgen, lieve, leuke, gezellige mensen. Welkom bij een nieuwe vlog. Dat is lang geleden. Ik dacht, laat ik weer een keer gaan vloggen. Gezellig, leuk, kijk lekker mee. Het is op dit moment 5 voor 7. Nee, dat klopt niet. 5 voor 6. Ik wou zeggen, 5 voor 7 moet ik op het werk zijn. Dan moet ik wel heel erg opschieten. En uiteraard zit ik lekker aan de koffie. Ik heb echt heerlijk geslapen. Ik heb gisteren ook een hele leuke dag gehad. Ik heb goed geslapen. En ja, verder kan ik er niks over zeggen. Dus dat. Mijn haar zit echt nog niet. Kijk, het zit alle kanten op. Dus dat ga ik zo eerst even fatsoeneren. Voor degenen die ook willen weten wat ik aan heb, is deze trui met de blauwe tijger. Die heb ik echt al super lang. Die komt van de Sena. En mijn zwarte broekie. Ja, deze heb ik ook al best wel een tijdje. Die is van Juna Rose. En die heb ik bij de Weekamp besteld. Voor degenen die dat willen weten. En ja, dat is het. En wat ik ook nog even met jullie wilde delen. Maar dan moet ik even de camera anders pakken. Oeh, dat is lastig met links. Kijk, ik mocht model zijn voor iemand voor de nagels. En ze heeft het echt super knap gedaan. Dus heel erg leuk. Nou, ik ga nog even genieten van mijn koffie. Oh ja, en weet je wat ik nog wil delen? Ik dacht, misschien is het leuk als ik mijn vlog en mijn boodschappen in één laat zien. Want ja, soms heb ik heel veel boodschappen en soms ook niet. Dus dat is natuurlijk ook een beetje, ja, zonde. Ja, laat even in de reacties achter wat je daarvan vindt. Dan ga ik nu van mijn koffie genieten en dan ga ik zo naar mijn werk toe. Nou, daar ben ik weer. Het is inmiddels 5 over 1 en ik heb even wat boodschapjes gedaan, die ga ik even jullie laten zien. Het is echt te weinig om een hele shoplog van te maken, dus ik denk dat ik het voortaan gewoon lekker ga combineren. Voor deze boodschappen was ik trouwens 6 euro en 20 cent kan je als ik het goed zeg. Ik ben de bon vergeten, maar ja goed, dat is bij mij een gewoonte. Dus ik heb melk chocoladebiscuit gekocht. Ik heb, oh wacht even, is niet zo handig. Witte snelkookrijst. Dat is voor vanavond, want we eten namelijk iets super lekkers. Even kijken. Dan heb ik een zak diepvriespersieboontjes. Dit is ook voor een gerecht voor vanavond. Een yoghurttoetje van Robin. Met aardbei natuurlijk. Het zal ook eens niet. En dan heb ik iets gevonden wat ik heel erg graag uit wilde. Het gaat niet goed. Wacht even. Daar waren we weer. Ik heb iets gekocht wat ik heel graag uit wilde proberen. Dat is deze Indiase kip curry. Ja, dat. En het is... Waarom kan ik niet zien hoeveel erin zit? 450 gram. En het ziet er zo uit. En ik was hier super nieuwsgierig naar. Ik ben best wel een klein beetje heel erg lui als het om koken gaat. Want vaak ben ik zo druk de hele dag dat ik echt... Zeg maar rond 4:30 helemaal moe ben. Omdat ik zoveel doe. Alleen maar leuke dingen. Maar ik ben ook even bezig geweest net met het huispoetsen. Dus ik ben weer trots op mezelf. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan. En ik heb iets gekocht. En ik zag het voorbij komen bij... Huisje Weltevreden, daar was het. En ik wilde hem zo graag uitproberen, want ik ben dol op ijskoffie. En niet per se speciaal op die van Starbucks, maar wel gewoon op ijskoffie. En ik dacht, ik wil deze heel erg graag kopen. En dat is namelijk de limited edition van de White Chocolate Mocha. En even jongens, kijk hoe mooi dat bekertje eruit ziet. Zo mooi. Zo mooi. Je zou hem bijna bewaren. Maar ja, dat is ook zo wat, hè. Ja, ik kan hem trouwens wel bewaren. Maar ja, dus. Die wil ik heel graag uitproberen. Dus daar ga ik nu van genieten. De boodschappen ruim ik zo meteen wel even op. Even kijken. Of geen kat in de keuken zit. Want dat gebeurt ook nog wel eens. En ik had even kaarsjes aanstaan. Kijk. Mijn geurkaars. Deze is van Woodwick, als ik het goed zeg. En die ruikt echt mega lekker. En ik heb deze ooit gekregen. Dus die... Had ik aangezet, maar dat is niet speciaal een geurkaars. Maar ik heb wel even iets heel erg leuks gedaan. Dat ga ik even met jullie delen. Ik ga even de camera draaien. Kijk, dit heb ik dus gemaakt. Of in ieder geval, ik had dit allemaal al in huis, maar ik heb het even opnieuw ingedeeld. En ik heb die superleuke Let It Snow fles zelf gemaakt met een workshop. En
Ja, hier zit zeg maar van dat nep sneeuw in en die stickers en zo, die hebben we er allemaal zelf opgemaakt. Dit is met een lijmpistool gedaan. Ja, echt super creatief. Dus degene die dat heeft bedacht, echt super goed. En ja, het is hier gezellig, zoals je ziet. Zo, dus. Ik ga deze even uitproberen. Ik heb net even lekker geluncht. Ik heb twee broodjes op met kaas en boter. Wat kom jij doen? Wat kom jij doen? Nee. Kom, eigenlijk mag ik niet op de tafel. Eigenlijk niet. Ik heb hem net schoongemaakt. Nou ja, in ieder geval. Ik ben super benieuwd naar deze koffie. Even kijken. Ja, er staat verder niet veel op. Dus laat ik hem maar gewoon openmaken. Even schudden. Oh, ik moet even weer wennen aan die nepnagels. Of ja, jij ook al. Mwah. Wat een gezelligheid. Wat een gezelligheid. En waarom ga je nou net in beeld staan? Dat is echt ranzig pas. Zo. Ja, ik neem jullie gewoon mee in het avontuur. Oh, er viel iets. Geen idee wat het was. Maar het maakt niet uit. Ik ga proeven. Die is wel heel lekker. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik de witte chocola niet echt proef. Maar ja, ik proef vooral koffie en mokka. Maar hij is wel echt super lekker. Ik moet nog wakker worden, jongens. Het is, nou ja, het is inmiddels 1:15 als ik het goed zeg. Maar ja, ik ben nog een beetje moe. Ik vind het wel echt super lekker. Dus ik ga eventjes genieten van mijn koffie. En ja, even een leuk filmpje kijken op YouTube. Want er zijn er nog een paar die ik gemist heb. Dus die ga ik even terugkijken. En dan ga ik straks eventjes zingen. Ja, dat ga ik doen. En Lot is zo lief geweest, of die is zo lief, dat ze heeft gezegd van, hey Lies, moet je nog stickertjes op je keyboard hebben? Want ja, ik kan die stickertjes wel voor je uitprinten als je dat wil, want dan kan ik ze op mijn keyboard plakken. En dan kan ik eindelijk een keer echt keyboard gaan spelen, want nu doe ik dat steeds maar met een paar toetsjes. En ja, kan ik eigenlijk niet veel meer dan dat. Dus dat vond ik echt mega lief van haar, dus dat gaat ze doen. En ik ga nog even genieten van mijn koffie en ik ben straks bij jullie terug. Nou, inmiddels heb ik alles in de pan zitten. Hier heb ik de rijst in zitten en de spersieboontjes en de kipcurry. En echt, dat ziet er zo lekker uit. Zo kan je het iets beter zien. Ja, dus dat. Ik ga heel even een lepel pakken, want ja, anders kan ik niet roeren. Nou, kijk lieve mensen. Ik heb er een klein beetje maïzena bij gedaan, want hij was een beetje dun. Doe altijd het zakje uitspoelen met water, een beetje heet water. Dat gooi ik er dan bij. En ja, dit is hoe het eruit ziet. Ik vind dat het er heel lekker uitziet. En ik denk dat het ook heel erg lekker smaakt. Nou ja, de spersieboontjes die zijn nog aan het koken en de rijst is aan het koken. En ja, dan kunnen we daar lekker aanschuiven en eten. Dus dat is weer heel erg fijn. Maar goed, bij deze wil ik wel meteen de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Het is heel erg lang geleden dat ik heb gevlogd, maar ik vind het wel super leuk om te doen. Ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Doe een blauwe duim omhoog als je deze video leuk vond. Vergeet zeker niet te abonneren en druk ook even op het belletje als je geen video meer wilt missen. Er komen nog super toffe video's aan en ik hoop jullie weer te zien bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Doei!